hier uh, uh, natuur. Uh, nou ja, uh, je kunt ook net zo goed uh, uh, beken uh, uh, daar inschuiven. Dus het is vrij breed. En uh, ik wilde eigenlijk even beginnen met een uh, peiling. Dat wilde ik aan, aan Maartje vragen of ze die kan op het scherm kan laten zien. Uh, dat gaat uh, over, uh, nou ja, de visie van jullie wat betreft het beheren en inrichten van. Uh, natuur uit te waarden langs rivieren of beken in relatie tot de effecten van klimaatverandering. Ik ga er natuurlijk zo een verhaal over houden, maar, maar ja, klimaatverandering is uh, 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 natuurlijk uh, aan de orde. En wat moeten we doen? Moeten we het aan de ene kant accepteren? Uh, het is gewoon, uh, het gaat gebeuren, dus uh, laat de natuur aan gang gaan. Of moeten we juist maximaal inrichten om alles zo robuust mogelijk te maken? Ik zie nu allerlei reacties binnenkomen. Nou, als ik het, uh, als ik het zo zie, is het, uh, het gros van de deelnemers er, uh, er toch uh, van overtuigd dat we het robuust moeten in, uh, in, inrichten om, uh, om uh, natuursystemen te wapenen tegen de effecten die op ons afkomen. Maar ja, aan de andere kant zijn er dus ook een paar mensen die denken van misschien is het wel interessant. Uh, uh, om de natuur door gang te laten gaan en kijken wat er, uh, wat er op ons afkomt uh, zonder in te grijpen. En dan ga ik nu mijn uh, uh, scherm delen. Zo. En als het goed is, uh, uh, zien jullie uh, nu mijn eerste uh, sheet. Um, nou, ik, uh, dit, dit, Deze presentatie is eigenlijk een uh, samenvatting van het onderzoek wat we gedaan hebben in het kader van het OBN over de effecten van klimaatverandering uh, op rivier. En ik ga uh, praten over de, de, de achtergronden en uh, wat we er wel of niet aan kunnen doen. Dat is natuurlijk ook uh, de, de relatie met die stelling die ik net liet zien. Uh, dit onderzoek is, uh, is uitgevoerd in een consortium van partijen. Ik zal ze allemaal even noemen. Ik werk zelf voor uh, Waardenburg Ecology. Maar, uh, Ravon heeft een, uh, een deel gedaan, uh, HKV... Uh, uh, ingenieurs hebben meegedaan aan een soort uh, modelstudie. Solvon heeft een bijdrage... geleverd en uh, Deltares en de Radboud Universiteit hebben een soort uh, inhoudelijke begeleiding gedaan. Dus het is een... Uh, een breed onderzoek. Nou, enerzijds uh, ga ik het even hebben over... Uh, uh, nou ja, wat er op ons afkomt. Klimaatverandering is natuurlijk... Vrij duidelijk. Je ziet hier uh, in, uh, in het scherm een aantal uh, um, figuurtjes staan. Enerzijds uh, de grootste effecten van klimaatverandering die nu aan de, hand, aan de hand is en die op ons afkomen, is natuurlijk dat Nederland steeds warmer en droger wordt. Um, links zie je uh, een, uh, een klimaatmodelvoorspelling uh, op basis van de temperatuur. Dat zie je in de periode 1900 tot en met 2100 uitgezet op de X-as. Uh, en je ziet dat uh, in het verleden de gemiddelde zomertemperatuur in Nederland uh, wat lager was en dat die langzaam toeneemt. En dan zie je uh, uh, WH, WL, GH en GL staan. Dat zijn uh, zeg maar voorspellingen op basis van hoeveel uh, CO2 er in de atmosfeer komt. En het meest, uh, ja, meest, robuuste, of meest uh, aannemelijke scenario wat wij nu zien is het uh, WH-scenario. Dus dat is het behoorlijk veel warmer gaat worden in Nederland. Daar zien we nu al de eerste effecten van. Je ziet hier het plaatje met het aantal uh, hittegolven, wat uh, door de jaren heen in, uh, in Nederland uh, plaatsvindt. Nou, je ziet vooral vanaf uh, de jaren 90 en vooral vanaf 2000 uh, een behoorlijke uh, toename in het aantal hittegolven. Dus dat zijn natuurlijk uh, warme periodes in de zomer. Linksonder staat een, uh, een plaatje van de gemiddelde jaartemperatuur in Nederland. Die, die, die vanuit 1900 tot en met 2020, nou ja, die neemt ook langzaam toe. Het uh, gaat ongeveer om uh, 1-2 graden in de laatste 100 jaar. Uh, als je dan naar het plaatje kijkt wat daar rechts ziet, dan zie je dat de apriltemperatuur in Nederland vooral de laatste jaren veel sterker is gestegen dan de, de, dan de gemiddelde jaartemperatuur. Dus die toename heeft ook vooral effect op het voorjaar uh, in dit geval. Um, Lijkt erop dat het dus in het voorjaar vooral veel droger wordt. Dat heeft ook een link met mijn verhaal zo meteen. Uh, dan zie je het plaatje rechtsover, wat bij jullie velen misschien bekend is, uh, een, een droogtetekort. Uh, nou ja, je ziet uh, dat dit is de het, uh, het, het situatie van de zomer in uh, 2020. Waar hele grote delen van Nederland te kamp hadden met veel te weinig water. Nou ja, dat zorgt natuurlijk voor droogvallende beken, droogvallende uiterwaardplassen. Vrij logisch... Uh, uh, Negatief voor, voor, voor ecologie. En uh, dan zie je rechts nog even een, uh, een plaatje dat gaat over neerslag. En ik zeg net van nou ja, het wordt warmer en het wordt droger. Aan de andere kant uh, neemt het aantal dagen met hoosbuien, dus flinke neerslag uh, hoeveelheden, die nemen toe. Dat zijn dus de bekende stortbuien. Dus het is weliswaar warmer en het is weliswaar droger, maar er valt nog steeds een heleboel neerslag. Alleen die komt in kortere tijden. Nou ja, daar moet natuur ook mee dealen. En in de winterperiode eh, wordt juist verwacht dat er zelfs meer neerslag valt. Dus het feit dat het, eh, dat het droger wordt is vooral eh, van toepassing op het voorjaar en de zomer. Terwijl er in de winter eh, misschien wel meer eh, neerslag valt. Dat zijn ook de modelverspellingen die je in dat rechter plaatje ziet waar ze uh, meer neerslag verwachten aan het eind van deze eeuw. Uh. Even kijken hoe ik de volgende sheet voor elkaar te krijgen. Nou ja, uh, we hebben dus bij elkaar gezet wat voor een, uh, voor een uitwerking die klimaateffecten nou hebben op specifieke riviernatuur in Uiterwaarden. Uh, in dit plaatje heb ik een beetje een samenvatting uh, uh, gezegd uh, of gezet. Uh, nou ja, vooral een, uh, een effect wat ik al laten zien is dat je een, een afname hebt van het, uh, het inundatieareaal in het voorjaar. Dat zorgt dus voor lage waterstanden al in het voorjaar en zeker in de, in de zomer. Nou die, uh, die lage waterstanden die zorgen voor uh, vervroegde droogval. Uh, het zorgt voor stagnatie van waterstroming. Uh, op de terrestrische delen van de Uiterwaarden krijg je verdroging en verruiging van vegetatietypes. Uh, nou ja, water, water wordt natuurlijk ook warmer, de temperaturen... Uh, stijgen. Dat geldt natuurlijk op het land, maar ook in het water zelf. Heel veel organismen kunnen daar niet tegen. En uh, nou ja, een van de effecten van die... hoosbuien hofbu is dat je natuurlijk ook plotselinge zomerinundaties uh, kan krijgen. Uh, dus dat zijn allerlei uh, facetten die... Um, ja, die effect hebben op, uh, op ecologie. Uh, dan kom ik even terug op, uh, op die lagere afvoeren. Uh, nou ja... Aan de ene kant hebben we, is het een, een toekomstig uh, fenomeen wat er gaat gebeuren. Hè? Het wordt uh, droger, warmer en je hebt meer, uh, meer kans op uh, hevige regenbuien. Maar het is ook wel iets wat nu al heel lang aan de gang, aan de gang is. En dat heb ik hier geprobeerd uh, uh, in, uh, in de afvoergegevens bij elkaar te zetten. Je ziet uh, twee uh, reeksen met grafiekjes. Uh, de bovenste, dat is de afvoer van de. Van de Rijn en het onderste is de afvoer van de Maas, gemeten bij Lobit en in Borgharen. En je ziet hier drie tijdsperiodes uitgezet. Uh, rood, dat zijn de, de afvoergegevens in de periode 1970-1989. Groen, 1990-2009. En blauw zijn eigenlijk de recente periode, 2010-2020. En wat je vooral ziet, is dat de. Uh, dat de uh, Afvoer in de periode april, mei, juni, dat die heel veel sterker gedaald is de laatste 10, 20 jaar. Dat is dus die, uh, die afname in uh, afvoer, vooral in het voorjaar. In het rechterplaatje uh, zie je het uitgewerkt in een soort lijntje. Het blauwe lijntje, dat is de afvoer vanaf de jaren 70, uh, wederom voor de Rijn en de Maas. Um, in de, in de maand januari. Nou ja, die blijft uh, vrijwel hetzelfde. Hè? Dus in, in de winter is er geen sprake van, uh, van, van minder wateraanvoer. En dan zie je het groene lijntje, dat is de afvoer in de maand april. En vooral daar zie je in de laatste tien jaar, en zeker vanaf 2010, een hele sterke afname van de afvoer. Dus dat is die, uh, die vervroegde droogval in het. of die vervroegde af, lage afvoer in het voorjaar. En dat zie je zowel in de Rijn, maar ook in de Maas. Uh, en het rode lijntje, dat is dan de afvoer in de, in de zomerperiode. Nou ja, dat is iedereen wel bekend dat dat natuurlijk in de zomer behoorlijk droog wordt. Maar het is vooral ook heel erg relevant in het voorjaar. Nou ja, wat wij gedaan hebben in die klimaatstudie, is, een, uh, is zeg maar de, de modelvoorspellingen uh, die door het KNMI gedaan zijn, uh, geprojecteerd op de rivier uh, afvoeren. En dan kun je eigenlijk. Uh, berekenen wat nou de kans... is op, uh, op inunderen van rivieren... uiterwaarden. Die resultaten die zie je een beetje in dit, uh, in dit... scherm wat ik nu heb gedeeld. Uh, je kunt dus uh, de... verwachte afvoeren, die kun je dus... staven naar hoe het er nu... uitziet. Uh, en dat staat eigenlijk... in dit, uh, in dit kaartje van... Uh, van de, in dit geval de rijntakken. Alles wat, uh, wat groen is, dat... zijn uiterwaarden en uh, die... Die, waar, waar eigenlijk geen verandering in inundatieareal is. op basis van een toekomstig uh, klimaat. Dus dat kun je eigenlijk als neutraal zien. Uh, rood, dat zijn uh, uiterwaarden waar uh, veel minder uh, uh, inundatie uh, zal plaatsvinden. Dus die gaan in het voorjaar en de zomer dus uh, uh, een verhoogde kans op droogval. Om, te, om het maar zo te zeggen. En blauw, dat zijn. Uh, uit de waarde waar je juist een, een toename in inundatie hebt. Dat, dat zijn vooral de lage rivierdelen, natuurlijk, waar water zich ophoopt, wat in de winter, zoals ik net al aangaf, misschien wel meer gaat vallen. Dus het is een beetje een genuanceerd verhaal. Wat je, wat je ziet, is dat er een, een grotere of een groot stuk of grote hoeveelheid rood gebiedjes aanwezig zijn in de bovenstroomse delen van de riviertakken. Dit geldt ook voor de, voor de Maas. Die heb ik hier even niet bij staan. Um, en dat uh, in de benedenstroomse stukken uh, van uh, in dit geval de Rijntakken, juist een toename is van inundatieareaal. En dan zie je aan de rechterkant van het scherm: het gaat niet zozeer om de, om de cijfertjes dus of de getallen. Daar zie je grafiekjes uh, die dat plaatje wat ik daarnet laat zien, uh, in arealen heeft uh, weergegeven. Uh, en dan staat op de X-as, daar staan uh, riviertakken. Ik heb een, een reeks van plaatjes uit de Rijntakken en een reeks van plaatjes in de, uh, uit de Maas. Uh, je ziet uh, balkjes die naar beneden gaan. En dat is dus een, een afname van inundatiearealen op basis van de klimaatmodellen. Uh, voor uh, zones die één dag overstroomd raken. Dat is het bovenste plaatje. En dat gaat zo naar beneden met zones die 10, uh, 20 uh, of 60 dagen overstroomd raken. Dus dat zijn eigenlijk de. De natte uiterwaarddelen, die in, uh, in maart, uh, april normaal gesproken nat zijn. Uh, en die dus ook een hele belangrijke functie hebben voor natuur. En daar zie je vooral uh, in de Rijntak een hele sterke afname. Uh, uh, dat zijn dus eigenlijk de rode gebieden die je uh, op het kaartje daar links uh, uh, hebt staan. En dat gaat echt om, uh, om honderden uh, hectare die gewoon niet meer uh, uh, nat raken. En die in die geval voor aquatische uh, fauna wel een functie verliezen. En in de Maas uh, zie, je dat, uh, zie je dat zelden eigenlijk. Uh, en wat dan uh, opvalt is dat je tegelijkertijd ook in bepaalde riviertakken een toename van inundatiearealen hebt. En dat zijn die benedenstroomse gebieden die blauw gekleurd zijn. Dus naast dat er hele grote arealen zijn die vooral in de bovenstroom van de Maas en de Rijn liggen, uh, zijn er dus ook gebieden die, uh, uh, die juist natter worden. En dit, uh, ja, dit wordt voor een groot deel door, uh, door die klimaatverandering uh, uh, veroorzaakt. Maar hier speelt ook het effect van rivierinsnijding een grote rol. Uh, rivier de uh, rivierbodem komt steeds lager te liggen door, nou ja, door de, voor de functie van, uh, van kribben, terwijl de, de omringende uiterwaarden een beetje opslibben. Uh, en dat effect is vooral sterk in de bovenstroom van de rivier, waar wat hardere stroomsnelheden zijn. Dus die rivier die, uh, die slijt zich eigenlijk in het landschap in. En dat uh, zorgt voor een groot deel voor die, uh, ja, voor die verschillen in, in, in afname of toename van, uh, van inundatiearealen. Uh, nou, een ander effect wat heel veel uh, gaat voorkomen, onafhankelijk van dat inundatieareaal, dat is het, uh, het afne afname van stroming. Uh, dat geldt vooral in gestuurde rivierpanden. Die heb je in de Maas, maar ook in de, in de Rijntakken. Een plaatje, uh, links, uh, dat is het plaatje links is het aantal dagen dat stuwpanden stromen per jaar in de periode jaren 80 tot en met 2017. Dit gaat over uh, de, de Nederrijn-Lek, hè, dus de stuw bij Driel, Amerongen en Hagenstein. En daar zie je dat het aantal dagen dat er sprake is van een vrijstromende rivier, uh, dat dat sterk afneemt. En dat heeft zich de laatste vijf, uh, zes jaar nog sterker uh, voorgedaan. Dus daar is sprake van stagnatie van, van water. En rechtsboven zie je het gemodelleerde plaatje voor de grensmaas. En alle rode stukjes, dat zijn eigenlijk stukken in de grensmaas die normaal gesproken sterk stromen. Dus dat is vooral voor stromingsmindende soorten zijn dat hele belangrijke stukken. Maar zelfs daar zie je dat er bij lage afvoeren stilstand of zelfs droogval is. Dus dit geldt ook voor een ja stromende Grindrivier uh, die, die we in Limburg hebben liggen. Uh, nou ja dit uh, even kijken dit is in, uh, in, uh, een beetje in beeld hoe dat zich uh, eruit ziet. Uh, die lage waterstanden die zorgen natuurlijk voor, uh, voor droogval. Dat geldt vooral voor de rivieroevers natuurlijk en de, en de aangetakte strangen en nevengeulen. Linksboven daar zie je een, een, een foto van de stadswaard in Nijmegen. Dat is een strang die uh, uh, vrij recent is opgeleverd en uh, in, het, uh, in het voorjaar vol met water staat. Nou ja, het idee is dat dit natuurlijk een hele productieve strand is voor uh, aquatische fauna, vooral vis. Dat is kraamkamer. En dan zie je tegelijkertijd dat in juni 2022, dus een paar maanden later, dat die hele strang al droog staat. Dus dat is het effect van die, uh, van die insnijdende rivier. Een, 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 een strang die in juni al droog valt, ja, de meeste soorten hebben dan hun hele levenscyclus nog niet voltoon, voltooid, en die is eigenlijk uh, verloren wat betreft reproductie. Dus dat is een, ja, een heel ernstig effect voor, uh, voor de soorten die er zitten, natuurlijk. Dus je legt een, een strang aan als idee om, uh, om je KW-doelstellingen te verbeteren of om, uh, ja, om, om visproductie te genereren. En uh, ja, door die klimaatverandering uh, valt dat ding zo snel droog dat de functie verloren gaat. Uh, nou ja, dat leidt ook tot, uh, tot droogval, leidt natuurlijk tot vissterfte, maar ook tot sterfte van je bijvoorbeeld uh, inheemse uh, zoetwatermosselen. Dat is een foto linksonder. Uh, Rechtsonder zie je een, uh, een knakaal op uh, een zomerstrandje van de, van de Waal liggen. Uh, die, die lage rivierstanden... Uh, die zorgen ook voor een lagere rivierstand in de rivier zelf natuurlijk, waardoor uh, de kans op uh, aanvaringen met scheepsgroeven veel, uh, veel hoger wordt. Uh, en dat gaat uh, Raven heeft bijvoorbeeld een recent onderzoek gedaan, waarbij een behoorlijk uh, hoge aantal uh, beschadigde alen naar voren komen. Dus dat is ook een effect wat, uh, wat speelt. Uh... Uh, tegelijkertijd. Uh, uh... Oh, sorry voor het, uh, het scherm. Tegelijkertijd is niet alle fauna even gevoelig voor, uh, voor droogval. Uh, nou ja, links staan, uh, staan een aantal inheemse mosselen die uh, ja, als die droogvallen, dan, uh, dan sterven ze natuurlijk. Uh, er zijn ook heel veel uh, uh, typerende soorten in uiterwaarden... die best wel een tijdje tegen droogval kunnen. Uh, rechtsboven staat een foto van uh, grote modderkruiper en een, uh, een kroeskarper. Dat zijn soorten die kunnen periodes van droogval enigszins overleven. Ze zijn aangepast aan uh, lage zuurstofgehaltes die daarmee gepaard gaan. En als het water helemaal verdwijnt, kunnen ze een uh, behoorlijke tijd in, uh, in het slip van een, uh, ja, een modderpoel nog, uh, nog over, overleven. Alleen na verloop van tijd, als die droogte te vroeg in, uh, invalt en ook nog heel lang duurt, dan ja, leggen deze soorten ook het loodje. En daarnaast zijn er ook soorten zoals uh, bijvoorbeeld uh, amfibieën, die, die profiteren enigszins van droogval omdat hun prederende vissen verdwijnen. Maar ja, ze moeten wel voldoende tijd hebben om hun, uh, om hun levenscyclus uh, uh, te voltooien. Een belangrijke soort is bijvoorbeeld kamsalamander... die op een groot aantal plekken in de uiterwaarden nog tot voorplanting komt. Uh, maar goed, als die wateren te vroeg droog vallen... dan uh, kunnen ook die soorten dat niet meer tegen. Uh, en daarnaast heb je heel veel macrofauna. Uh, je ziet hier een foto van een kevertje... die, uh, die uh, kenmerkend zijn voor uh, uiterwaarden. Maar die kunnen vaak vliegen. Dus uh, de link met omliggende gebieden waar ze zich een tijdje kunnen terugtrekken... die is vaak ook wel van belang. Um, dus het is, uh, het is dus niet uh, uh, zomaar... Uh, dat je voor elke soort kan zeggen het is negatief. Er zijn ook soorten die dat tegen kunnen... of misschien juist profiteren. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Uh, nou ja, uh, wat ik net ook aangaf is... Uh, er is een, een aanzienlijke kans op, op grote hoosbuien. Nou ja, dat komt steeds vaker voor. Uh, en ik denk dat de meeste van jullie uh, nog wel de grote zomeroverstroming kunnen herinneren van juli 2021. Uh, toen er een heel groot front van buien in de Ardennen en de Eifel uh, hing. Die waarbij er een hele grote hoeveelheid uh, water door ja, zowel de Rijn... maar vooral de Maas kwam. Waarbij uh, hele grote delen van de uiterwaarden in, uh, in de zomer overstroomd zijn. Nou, ja, je ziet hier al die luchtvogels van dat turbide water. Dat is natuurlijk niet, uh, niet, niet, niet gunstig voor fauna. Dat spoelt daar letterlijk leeg. Maar je krijgt ook heel erg veel uh, uh, waterverontreiniging die daar uh, uh, van invloed is. Alle, alle RWCT's gaan natuurlijk overstorten. Er is dus heel veel uh, groot afval wat in die Uiterwaarden terechtkomt. Nou, je ziet hier een aantal foto's. Uh, en daar hebben uh, beheerders van Uiterwaarden dan weer mee te maken. Die zitten letterlijk met, uh, met duizenden kilo's afval uh, waar ze iets mee moeten naar zo'n uh, inundatie. En vooral in het uh, actieve seizoen is dat wel uh, schadelijk. Um, een ander uh, belangrijk uh, effect, wat, uh, dat gaat over watertemperatuur. Ik had het net vooral over uh, afnemende waterstanden die in het voorjaar vooral uh, tot, tot droogval uh, leiden. Uh, maar het water wat er is, dat wordt ook steeds, uh, steeds warmer. Uh, en dat kan eigenlijk best wel uh, uh, extreem zijn. Uh, links uh, zie je vier grafiekjes. Dat zijn uh, watertemperaturen die we echt in de in de rivier uh, gemeten hebben. De gele bolletjes, dat is eigenlijk een soort uh, gemiddelde van, uh, van watertemperaturen. Uh, boven zie je twee uh, um, locaties, uh, lang, zie, zie locaties langs de waal en uh, een overstromingsvlakte in, uh, in Nijmegen. En beneden zie je de uh, opnames uit de Rijn en de Maas. Het gaat niet zozeer over alle details, maar wat je ziet is dat. Op de eiast staat trouwens de temperatuur. Wat je ziet, is dat, uh, is dat die temperatuurreeksen nogal uit elkaar uh, lopen. Dus bepaalde uh, habitats of bepaalde uh, zomers heb je metingen waarbij de temperatuur onder de 20 graden zit. Maar aan de andere kant zie je ook een aantal bolletjes die langzaam boven de 25 tot zelfs de 30 graden gaan, uh, gaan, uh, gaan lopen. Um, dat gebeurt ook in de, in de rivier zelf. Er zijn, uh, er zijn tegenwoordig een aantal dagen dat de rivierwater. Boven de 24 graden Celsius uh, komt. Uh, dus. Nou ja. In de, in de huidige tijd. Is er al sprake van dat die extreme watertemperaturen. in rivierhabitats. af en toe voorkomen. En we verwachten dat dat natuurlijk. veel, uh, veel erger gaat worden. de komende 10, 20 jaar. Uh, als je dat dan relateert aan. Uh, aan wat soorten. Uh, uh, het nou aankunnen aan kunnen uh, aan. watertemperaturen. dan blijkt dat heel veel. Soorten vanaf 24 graden Celsius echt serieus in de problemen komen. Sommige vissen die, die sterven dan. Andere soorten die kunnen zich niet meer goed voorplanten. Dus het heeft een behoorlijk effect. Wat we gedaan hebben is voor een hele grote groep soorten. Het gaat om 200 soorten fauna. Waar we uit de literatuur de kritische temperatuur in beeld hebben gebracht. Hebben we gekeken wat er nou gaat gebeuren als de riviertemperatuur. Uh, 20, 22, 24 of 26 graden Celsius wordt. En dat is het, uh, het figuurtje wat, uh, wat rechts uh, boven staat. Dat is het aantal kwetsbare soorten op basis van, uh, uh, van temperatuur uh, toename. En dan zie je dat uh, 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 de meeste soorten hè, op de x-as staan de twee kleppige, haften libellen, slakken en vissen. Dat die vanaf 24 graden Celsius of 26 graden Celsius echt, uh, uh, nou ja. Uh, ecologisch uh, gehinderd worden of zelfs sterven. En dat zijn dus temperaturen die, ja, die we nu al regelmatig meten en wat uh, uh, in, de, in de toekomst steeds vaker uh, voorkomt. Het linker figuurtje van de rechterkant uh, van het scherm, daar zie je hoe vaak die temperaturen nu voorkomen. Uh, op de X-as staan weer uh, uh, habitats langs de waal. Nou ja, het gros van de dagen is er sprake van uh, temperaturen van 20 tot 22 graden. Uh, maar ja goed, temperaturen van 24 graden of zelfs uh, meer dan 26 graden, die komen nu al een behoorlijk aantal dagen voor. Uh, dus als je dat koppelt met het figuurtje wat daarnaast staat, dan kun je natuurlijk uh, natellen wat er gaat gebeuren met de soorten die in die uiterwaarden leven. Die krijgen dus uh, uh, serieus problemen. En daar staat, uh, daar staat ook tegenover dat er uh, een aantal soorten zijn die wel degelijk tegen die hoge temperaturen kunnen, maar dat zijn... meestal niet, geen inheemse soorten. Je hebt natuurlijk heel veel exoten die, uh, die overal uh, in Nederland binnenkomen. En dat zijn juist soorten die gebaat zijn bij die hogere temperaturen. Dus met een... toenemende effecten van klimaatverandering... krijgen ook vooral die exoten meer kansen om, uh, om zich te, om zich te vestigen. Um, nou wat, wat uit onze studie komt, is dat er ook uh, wel een effect is op, op het, uh, het areaal Natura 2000-habitattypes. Uh, hier zie je een, uh, een wederom weer, weer, een soort inschatting van het areaal aan Natura 2000-habitattypen, uh, wat in die uiterwaarden kan, uh, kan voorkomen op basis van de huidige tijd en op basis in een uh, klimaatveranderend uh, scenario. Dat, is, dat noemen we hier... WH-dry, dat, dat zijn die rode balkjes en de, uh, de blauwe balkjes. En wat je ziet is dat, uh, dat glanshavenhoilanden, landen, uh, dat die eigenlijk vrij uh, constant blijven of zelfs toenemen. Dus die veranderende waterstanden die zorgen ervoor dat in rivieruitwaarden die habitattypes eigenlijk meeschuiven. Wat je vooral uh, uh, ziet is dat uh, bepaalde ooibossen, zoals bijvoet en lisse ooibos, dat dat areaal wel behoorlijk afneemt. En dat andere uh, ooibossen, zoals hardhoutooibossen ooibossen en esseïpe ooibossen, dat die kansen juist toenemen. Dus voor dat soort habitattypes, uh, die, uh, ja, die, dat, dat die hebben dus gewoon wat kortere inundatieduren nodig, het zijn de kansen juist hoger. Dus het is niet alleen maar negatief. Uh, ja, er zijn dus ook Natura 2000... Uh, uh, habitattypes die juist... gaan toenemen in... in, uh, in een droger scenario. Uh, wat je wel ziet is dat heel veel... Uh, terrestrische... vegetaties door die droge sneller... verruigen. Hè. Dus er, er komen meer... Uh, uh, hogere... kruidenvegetaties, terwijl de... Uh, de, de ondergroei... verandert is dus van die... Uh, die, uh, die uh, ooibossen. Dat zorgt... ook meer voor die typering verschuivend. Uh, wat je ook ziet, is dat bepaalde... Uh, watervegetaties in plassen heel erg veranderen. En dan moet je denken bijvoorbeeld dat je velden hebt van, uh, van gele plomp... die veranderen naar uh, watergentiaan... die bijvoorbeeld wel uh, tegen droogval kan. Dus dat soort... Uh, zo ziet het er een beetje uit. Uh, nou ja, wat ik uh, zei... Uh, er zijn dus ook soorten die, uh, die, die, die profiteren van uh, klimaatverandering. Het is Aan de ene kant uh, zijn het uh, de exoten, hè, dus die tegen hogere... Watertemperaturen kunnen. Maar ja, er zijn ook soorten die, ja, die we wel degelijk als, als inheems uh, of, of regionaal beschouwen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de, de Settisanger. Dat is een, uh, een broedvogel die voorheen eigenlijk extreem zeldzaam was in Nederland en uit, uit, uit Midden- en Zuid-Europa komt, uh, die tegenwoordig heel erg goed uh, uh, doet in, uh, langs onze rivieren. Dus die neemt uh, aanzienlijk toe. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de vuurlibel. Ook een zuidelijke soort die op eigen kracht uh, Nederland heeft weten te bereiken. Door gunstige zomers en ook in rivieruiterwaarden heel veel zit. En aan de andere kant zijn er ook soorten, ik noemde net al kamsalamanden. Dat zijn soorten die kunnen heel slecht tegen vis in, in water. Die worden de eieren en de larven gepredeerd. Maar ja, Als je door die, door die vervroegde droogval ook sterfte van vissen krijgt, ja, dan kun je je natuurlijk voorstellen dat er juist ook wateren zijn. Uh, uh, waar die vissen dus afwezig zijn. En uiteindelijk, uh, als er... toch nog een restje water is, kunnen die soorten uh, goed tegen die... Uh, kunnen die juist zich goed voorplanten, omdat er geen predatoren meer zijn. Uh. En nou ja, een, uh, een, een deel waar ik nu graag op wilde ingaan is van... van uh, kunnen, we, kunnen we iets tegen die klimaatverandering uh, doen? Nou ja, er zijn, uh, er zijn eigenlijk... Er wordt, er wordt al best wel veel... Aan maatregelen uitgevoerd om water vast te houden en klimaatverandering uh, enigszins aan te pakken. En dat lijkt ook wel, dat lijkt ook wel, uh, wel, wel zin te hebben. Ik heb er hier een paar, uh, gedaan, Ik noem, of een paar genoemd. Ik noemde net al dat uh, uh, rivier, of het insnijden van de rivierbodem, een van de grote oorzaken, is dat het water zo snel uh, daalt in het voorjaar, dat nou, wordt dan versterkt door klimaatverandering, of juist andersom. Uh, maar ja, dat, dat kun je natuurlijk ingaan door, uh, of dat kun je natuurlijk insnijden, of bodeminsnijding kun je tegengaan door bijvoorbeeld uh, de rivierbodem op te hopen via standmotors, uh, dat soort zaken. Je kunt water vasthouden. Je kunt ook speciale koudwaterrefugia uh, uh, inrichten. Uh, en anderzijds kun je ook de effecten van verruiging bijvoorbeeld uh, aanpakken door frequenter en vaker te beheren. Dus, uh, er zijn wel degelijk maatregelen te bedenken. Ik zal er hier in de komende sheets nog een paar uh, noemen. Uh, nou ja, een van de of, uh, je kunt maatregelen eigenlijk onderverdelen in hele grootschalige maatregelen of juist uh, uh, kleinschalig. Uh, grootschalige maatregelen, dan moet je eigenlijk denken aan een groot areaal. Uh, bovenste kaartje, dat zijn, uh, dat zijn de rijntakken waar uh, uh, overstromingsvlaktes in principe uh, liggen. Dus dat zijn lage uiterwaarden die, uh, die vrij groot zijn, waar kansen bestaan om water vast te houden. Uh, je kunt natuurlijk. Uh, um, als je, die, als je die dingen inricht door een groot sluismechanisme aan te leggen. zijn kostbare en uh, een groot, grote impactmaatregelen, dan moet je natuurlijk heel erg goed nadenken van welke overstromingsvlaktes je gaat gebruiken. Uh, wat we gedaan hebben, is, uh, is rivieruiterwaarde uh, projecteren op basis van de inundaties die we verwachten. En dan blijken er inderdaad vooral in het beneden rivierengebied kansrijke uiterwaarden te liggen. Waar je water kan vasthouden door grote sluiscomplexen te, uh, in te richten. Een voorbeeld is, dus de, is bijvoorbeeld de, de Noordwaard. Nou ja, dat is natuurlijk een duidelijke keuze van uh, als je iets gaat doen, zou je kunnen, kunnen focussen op die uh, laagtes en niet, uh, niet lukrijk overal proberen om uh, maatregelen uit te voeren. Uh, en de, nou ja, als je dat grootschalig doet, dan heb je ook meteen een hele grote polder waar je water kan vasthouden. En dan is het effect natuurlijk ook groot ander voorbeeld is het, uh, is het suppleren van zand in kripvakken. Het is een project wat Rijkswaterstaat nu een pilot gaat doen. Uh, daar brengen ze dus gewoon grote hoeveelheden zand in bepaalde kripvakken aan boven strooms. Dat wordt door de rivier meegenomen. En het idee is dat dat zand verplaatst wordt door de, door de rivier uh, zelf in het zomerbed, waardoor de bodem iets hoger wordt en je dat effect van insnijden enigszins kan, uh, kan, uh, kan aanpakken. Nou ja, dat is natuurlijk een hele grote kostbare maatregel. Dus dat, dat is iets nou ja, wat, wat je ook kan gebruiken om, uh, om klimaatverandering tegen te gaan. Of de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Een ander voorbeeld zijn de langsdammen bij, uh, bij Tiel die aangelegd worden. Daardoor uh, scherm je eigenlijk op een hele kunstmatige manier de rivier af, terwijl je wel een soort meestromende nevengeul krijgt. En zelfs bij hele lage waterstanden loopt daar nog, stroomt daar nog steeds water doorheen. Um, nou, ja, dat, dat is natuurlijk een, een manier om in droge zomers nog steeds een stromend uh, ondiep habitat in de rivier te kunnen garanderen. Dus dat, uh, dat zou je natuurlijk kunnen zien als een, als een natuurlijke nevengeul in een warm klimaat, maar je moet er wel een uh, grote langsdam voor aanleggen. Heb je nog veel uh, slides, uh, Martijn? Nee, ik ben, ik ben uh, redelijk uh, richting het einde. Oké, okay. zie. En uh, je kunt ook uh, nadenken over kleinschalige ma maatregelen. En dan gaat het over het, uh, ja, het aanleggen van kleine dammetjes, uh, het uitgraven van, uh, van laagtes in rivieren die voorheen nat waren, die nu te ondiep zijn. Nou, die kun je natuurlijk gewoon aanpakken. Ik heb hier een paar foto's van dammetjes die door beheerders uh, zijn aangelegd en die best wel zinvol zijn om in warme zomers veel water vast te houden. Je moet ook denken aan het faciliteren van. Uh, of het omarmen van bevers. Bevers die, uh, ja, die, die kunnen natuurlijk uh, zelf dammen maken, waardoor ze heel onverwachts opeens water vasthouden in een gebied uh, wat, uh, ja, wat, wat, waar, wat, waar eigenlijk geen rekening mee gehouden wordt. Ze worden steeds algemener, dus nou ja, je kunt het als een, uh, ja, ook als een kans zien. Uh, en wat ik net al zei, uh, je kunt met, uh, met beheren, kun je frequenter ingrijpen om, uh, om, om effecten van bijvoorbeeld verruiging in uit tegen te gaan. Uh, hier zie je even een effect van, het, van hoe die, die, dat water vasthouden uh, in zijn werk gaat. Uh, linksboven zie je de, de oude waal uh, bij Nijmegen. Dat is een, uh, een, een, ja, een uiterwaard die uh, onder de, in dat geblokte cirkeltje... daar zie je een, uh, een, uh, een gemaal wat, uh, waarbij je een sluis simpelweg kan, uh, kan dichtzetten na hoog water. En het effect is dat je dan uh, in, het, uh, in het voorjaar... Waarbij eigenlijk alle omringende uiterwaarden al opgedroogd zijn, nog steeds water kan vasthouden, doordat je op tijd zo'n schuif in een uh, sluismechanisme dichtzet. Dus het is een hele, eigenlijk een hele kleinschalige maatregel waarbij je een hele polder uh, kan, uh, kan, uh, kan, uh, nat kan houden. En uh, rechtsboven zie je een foto van een polder in een Noordwaard waar uh, een simpele klepduiker uh, uh, die open staat of dicht staat, het bovenste of het onderste fotootje een effect heeft dat je een polder van meer dan een vierkante kilometer nat of droog kan houden. Uh, en dat is dus gewoon simpel met één, uh, met één uh, maatregel uh, uit te voeren. Uh, wat, je, wat ook goed werkt, dat is uh, het, het aanbrengen van, uh, van doodhout in rivieren. Dan heb je op een microniveau, breng je schaduw aan, wat lokaal heel succesvol kan zijn. Het is natuurlijk ook een gekunstelde maatregel, maar het zorgt wel voor schaduw. En rechts uh, zie je een, uh, een, een grafiekje met uh, temperatuurmetingen. Op de X-as links staat een plas in de schaduw, en op de X-as rechts staat een plas in de zon. Dan zie je dat de gemiddelde temperatuur in een beschaduwde plas rond de 16 graden ligt, terwijl die uh, in de zon rond de 21 graden ligt. Dus dat is bijna 4-5 graden verschil. Dus door simpelweg een aantal bomen te laten staan, kun je een deel van het water behoorlijk. Uh, um, Binnen, binnen, binnen de opwarmingsgrenzen houden. En een ander uh, punt waar ik nog mee wil. Ik ben bijna bij de laatste sheet. Is het inrichten van, uh, van koude refugia. Dus zeg maar gebieden waar je koud water. Uh, 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 bewaart. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, diepe plassen. In het hele rivierengebied liggen nu liggen aangetakte diepe plassen. Waar, die veelal verondiept worden. in het kader van natuurontwikkeling. Een voordeel van een diepe plas is dat die vaak gestratificeerd is. Dat is het rechter plaatje. Daar zie je op de x-as de waterdiepte, links de temperatuur en rechts zuurstof. En dan zie je dat met toenemende diepte de watertemperatuur daalt. Nou ja, een nadeel is dat ook het zuurstofgehalte daalt. Maar er is nog steeds een diepte rond de 5, 6 meter, waarbij je in de zomer watertemperaturen van onder de 20 graden hebt. En nog genoeg zuurstof voor fauna aan het overleven. Uh, terwijl je dan uh, in de omringende gebieden uh, watertemperaturen van 25, 26 graden hebt. Nou ja, als je die dingen aangetakt zijn, dan heb je natuurlijk een plek die er al ligt. Waar, uh, en, en je kunt die bewaren als diepe plas waar gevoelige fauna zich kan terugtrekken. En we hebben nu inmiddels ook wel gegevens dat dat wel functioneert. Er zijn bepaalde vissen die in zo'n warme zomer ook echt zo'n plas opzoeken. En uh, langs de Maas zie je bijvoorbeeld uh, uh, beekmondingen hebben eenzelfde effect. Dat is vaak veel koeler water. Die de maas instroomt. De maas zelf, die. Uh, die heeft temperaturen van 25 graden. Je ziet het hier in het linker... plaatje. Uh, terwijl die beken. Uh, watertemperaturen hebben die onder de 20 graden liggen. Nou, dat is een natuurlijk. Uh, koud En wat de maas instroomt. heeft altijd zo gefunctioneerd. Maar die moet je natuurlijk zeker. behouden. Uh, dan kom ik nu weer aan mijn laatste. Uh, stelling. Dat is, uh, dat is weer een. Uh, een peiling. Misschien kan Maatje die weer even. in uh, uh, invoegen. Uh, dus dan kom ik weer eigenlijk bij de vraag: van, uh, van, 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 nou ja, als je er wat langer over nadenkt, wat is, wat is nog steeds de, wat is jullie visie over het, uh, het aanpakken van, uh, van klimaatverandering? Uh, moet je inzetten op, uh, op alle gebieden langs de rivier, alle beetjes helpen. Uh, groots, of kleinschalig, grootschalig maakt niet uit. Probeer alles te behouden wat je wil. Moet je juist focussen op een paar laaggelegen uiterwaarden. Dus dat je uh, goed nadenkt waar je je resources op inzet om daar het maximale uit te halen. Of omarm je eigenlijk alle nieuwe soorten die gaan, uh, gaan komen. En uh, ja, uh, zien we wel wat er gebeurt. En dat is natuurlijk natuur... Uh, ja, dat is ook een beetje een hè? zo. Ja. Nou ja, je ziet uh, het accepteren, dat is niet heel uh, pop populair. Het ja. is toch uh, nog wel zinvol om veel te doen, volgens mij. Heeft Maartje al een resultaat? Voor de... Want jij ziet er misschien wel, maar. Um... Ja, Martijn ziet ze wel. Oh, maar... ik zie oh, ze wel. Oh, sorry. Dan, uh, ben ja, wij zitten er niet, dus het is nog spannend. Nee, ik wacht nog even op een aantal mensen. Ah. Kijk. Ik heb even mijn schermdelen gestopt. Kijk. Nou. Jouw reflectie, Martijn.